Marco, ik spreek net je schoonvader en je vrouw en die zeggen, als je me wil verrassen in dit gesprek, moet je allereerst naar zijn sterrenbeeld vragen. Nou, Waterman, alsjeblieft. Maar waarom verrassen we jou met die vraag? Ik denk dat ze meer een geintje met jou uithalen dan met mij. Nee, ze zeggen tegen mij, want dat vraagt hij namelijk aan iedereen. Ja, daarom. Dus dan maken ze een geintje met jou. Hey, ik kan er wel om lachen. Ja, zij zijn ongelooflijk blij en trots en onder de indruk van de omstandigheden. Hoe is dat met jou? Hetzelfde, dat gevoel overheerst. Ik ben natuurlijk trots dat ik voor Feyenoord mag spelen en nu ook speel en dan in zo'n Kuip terechtkomen, dat is fantastisch. Ja, was je gespannen vanmorgen? Ja, gezonde spanning is er altijd, maar ik had vooral enorm veel zin om te beginnen. Ja, en dan is het een kwestie van je plek veroveren in zo'n groep. Ben je zo ook begonnen vandaag? Ik ben eigenlijk heel nuchter begonnen met een rustig ontbijt en naar de club en dan ik zie het wel. Het is een hele grote mooie club, ik ben heel goed warm geheten. Dus ja, het voelde voor mij heel natuurlijk en heel goed. En ook de jongens hebben me heel goed opgevangen, dus het kon niet beter. Ja. Kun je nog eens uitleggen waarom je zo graag hier wilde spelen? Nou, ik denk niet dat je daar zoveel woorden voor hoeft te gebruiken. Fijn, het is gewoon een prachtige club, topclub van Nederland. En dan wil je daar gewoon graag naartoe. Ja, en voor jou de club van Nederland, dat zei je vrouw tenminste. Ja, anders was ik hier niet. Ja. Klopt het verhaal, want ik sprak pas met Joop van Dalen, de man die ooit deze club de wereldbeker bezorgde, dat hij naast jou zat bij Feyenoord Vitesse en dat je toen al zei van nou, hier zou ik wel willen spelen. Ja, dat klopt. We hadden een gesprek met hem en ik wist eigenlijk niet dat hij het was op dat moment. Je kende de grote Joop van Dalen niet? Nee, nog niet, nee. Ik zat naar een wedstrijd te kijken en het was natuurlijk een belangrijke wedstrijd. En op een gegeven moment wist ik dat hij het was en toen zat ik gewoon te praten en inderdaad had ik ook gezegd dat ik hier graag naartoe wilde. Ja, en het is gelukkig allemaal goed gekomen, hè? Ja, fantastisch, toch? Ja, ja, ja. Hoe zwaar wordt de strijd voor jou om hier een stempel op dit elftal te kunnen gaan drukken? Nou, ik ga mijn stinkende best doen en hard werken. En dan is het aan mij om te laten zien aan de trainer dat ik erin hoor. Ja. Hebben voetballers, ik vroeg het ook aan Rick Karsdorp net, eigenlijk een hekel aan de voorbereiding? Of jij niet per se? Nee, eigenlijk niet. Hier werk je uiteindelijk naartoe naar de wedstrijden. En er zitten ook wedstrijden bij en leuke trainingen bij. Dus daar denk ik niet zoveel van na, eigenlijk.